avontuur met de vriendjes. De vriendjes gaan op stap. Met Kopje, Poes en Hondje, Julius en Beer is er altijd bij. Een nieuw avontuur met de vriendjes. De vriendjes gaan op stap. Een nieuwe dag, het zonnetje schijnt. Op zoek naar avontuur. Kopje, Poes is jarig. Maar ze kijkt verdrietig. Haar beertje Peer is al 10 dagen weg. Overal heeft ze gezocht. Waar zou hij toch zijn? Verdrietig kijkt Propje naar haar cadeautjes. Een puzzel, blokken, een clown en een grote bal. Allemaal gekregen van haar baasje Martin. Propje heeft ook een mooie nieuwe beer gekregen. Bijna dezelfde als Propjes oude beer. En toch is Propje Poes niet blij. Ze wil alleen haar eigen beertje Beer. Verdrietig kijkt ze naar buiten. Gelukkig, daar komt buurhondje Julius aan. Zingend komt Julius binnen met een cadeau. Lang zal Propje leven. Gefeliciteerd, joh. Kijk eens wat ik voor je heb. Nieuwsgierig pakt Propje haar cadeau uit. Het is een mooi boek met plaatjes. Omdat je zo graag leest, zegt Julius trots. Propje laat haar cadeautjes zien aan Julius. Als ze de nieuwe beer ziet, zegt ze: ik wil geen nieuwe beer. Ik wil alleen mijn eigen beer. Julius troost haar. Kom op, joh, dan gaan we nog eens zoeken. We zoeken net zo lang tot Beer weer terug is. Ja, laten we dat doen, snottert Propje blij. Propje begint te zoeken in de keuken en de kamer. Misschien ligt Beer wel tussen de kussens van de bank. Maar nee, Beertje Beer is nergens te vinden. Hondje Julius zoekt in de badkamer. Hij kijkt in de slaapkamer. Zou Beertje Beer onder het bed liggen? Nee, onder het bed ligt Beertje Beer ook al niet. Waar zou die kunnen zijn? Heb je hem ergens in de tuin laten liggen, Propje? De hele tuin wordt afgezocht. Onder de struiken, in de vuilnisbak en in het schuurtje. Maar nog steeds geen Beertje Beer. Ze lopen langs de tuin van de andere buren. Stop! Roept hondje Julius plotseling. Kijk daar, voor het raam. Dat is toch jouw beer? Ze staren naar het raam van het buurmeisje. Ja hoor, dat is Beer. Hoera! Juicht Propje. Blij zwaait ze naar hem. We moeten Beer daar weghalen, Julius. En het buurmeisje dan? Vraagt Julius. Zij mag mijn nieuwe beer hebben, antwoordt Propje. Propje rent naar huis en komt terug met de nieuwe beer. Wie van ons gaat Beer halen? Vraagt Julius. Jij natuurlijk, antwoordt Propje, want ik ben jarig. Bangerd, scheldt Julius, je durft gewoon niet. Hij pakt een nieuwe beer en loopt naar het huis. Bang kijkt Propje toe. Oh nee, daar is die boze buurhond Nelis. Blaffend en grommend komt hij op Julius afgerend. Zo snel als Julius kan, rent hij weer terug. Hecht Julius, die hond is echt boos. Wat doen we nu? Propje weet het ook niet. Gelukkig, daar komt eentje Wiebel aan. Ze vertellen wat er gebeurd is. Oh, zegt eentje Wiebel, is dat alles? Kom maar Julius, dan ga ik wel even mee. Hondje Julius loopt voorzichtig achter Wiebel aan. Oei, Nelis komt dreigend op hen afgerend. Als dat maar goed gaat. Plotseling wordt Wiebel groen. Dat is schrikken voor Nelis. Verstijfd staat hij stil. Goed zo, Wiebel, blaft Julius. Al gauw is Julius weer terug met Beertje Beer. Ik heb hem, roept hij trots naar Propje. Samen lopen ze terug, Nelis bang achterlatend. Propje is heel blij dat ze haar beer terug heeft. Ze geeft Beer 10 dikke zoenen en zegt: een zoen voor iedere dag dat je weg was. Thuis mag Propje het cadeau van Wiebel uitpakken. Ze krijgt een nieuw kussen voor in haar mand. Een kussen met stippen. Mooi hè, Beer? Dan begint het feest met taart en limonade. Ook doen ze spelletjes. Daarna is het tijd om naar huis te gaan. Blij valt Propje met Beer 's avonds in slaap. En de andere beer, hij slaapt ook al bij het buurmeisje in bed. Want zij is heel erg blij met hem. Wat was dat leuk met de vriendjes? De vriendjes zijn weer thuis. Dag Propje, tot ziens maar weer. Dag Julius, dag lieve beer. We zien elkaar de volgende keer bij een heel nieuw avontuur.